Michel de Klerk was geniaal, man. Is een inspirator van de architectuur, van de Amsterdamse school architectuur, waar we eigenlijk de hele ring 2040 in Amsterdam, ja, die staat vol prachtige gebouwen. Maar ja, de grote inspirator daarvan was Michel de Klerk. En het schip is daar het hoogtepunt van. In het schip heeft hij zich helemaal uitgeleefd. Het is gewoon een eenheid, het gebouw. Maar tegelijkertijd zitten er zoveel details aan. Ik woon zelf in het schip. En ik moet zeggen, elke dag zie je nog nieuwe dingen. Nog de details. Er schijnt de zon weer. En ik hoor ook mensen van... En zelfs toen we het boek aan het maken waren en er weer foto's gemaakt werden, keek je weer anders tegen het gebouw aan. Het is zo verrassend. Het is... zo over nagedacht, zo precies klopt ook alles. En dat maakt het geweldig. En wat nog bijzonder was, het was gebouwd voor arbeiders. Gewoon arbeiderswoningen? Arbeiders waren het woningen, paleizen voor de arbeiders. En dat maakt het gebouw nog extra beroemd. Ja. Dat voor arbeiders zoiets moois werd gebouwd. Architect Michel de Klerk, moet je ook zeggen, was een kunstenaar. Hè? Het waren geen architecten, het waren kunstenaars. Dus Michel de Klerk die werkte ook voor de post. Hij bijvoorbeeld ook de postzegels ontworpen. Oké, hij was meer dan alleen maar een gebouwenbouwer. Ja, nee, precies. Architecten waren kunstenaars. Ze ontwierpen stoelen, meubels. Sommigen maakten ook glaswerk. Hier is de invloed. Dit lijken wel... Wat hebben we hier? Nou, deze wand. Moet je eens kijken van al die uitstekende traphuizen. En dan zie je dat dakpannen. Die zijn niet alleen maar als dakpannen om het water tegen te houden. Nee, dat zijn weer sierlijke elementen geworden. En de inspiratie, daar verwachten we dat het toch wel uit Nederlands-Indië. Het was natuurlijk een kolonie van Nederland. Toen de tijd zeker, ja. Nog, ja. En er werden ook architecten gingen er ook heen. Michel de Klerk is niet zelf daar geweest, maar wel op het bureau waar hij gewerkt heeft. Dus dat zijn die puntvormen in de uitsteeksels? Ja, dat lijken Indonesische huisjes. Ja. Dan zou je in Minangkabau huisjes. Wat zie je hier? Wij noemen dit hier de sigaar. Hier op de hoek, de sigaar op de hoek. Ja, de sigaar op de hoek. Zo van een ronde bolling. Hè? Zo van, ja, daar wonen gewoon mensen in. Ja, dan zie je later, zie je Amsterdamse schoolletters ook, hè, die typografie erin. Ja, en dan kom je nu weer aan de andere kant van het gebouw. Ja, we zijn nu aan de punt volgens mij dan, ja. Of niet? Ja. Hier komen we gaan nu naar het kommetje. Ja, de overkant, dat is van een andere architect, maar ook mooi hoor. Maar niet het schip. Niet het schip. Dit is het schip. En dan zie je zo van... prachtig balkon ook hier. Een balkonnetje. En wat natuurlijk ook Michel de Klerk aan dacht, van, dat je plantenbakken had. Want natuur ook in het gebouw, dat was ook essentieel. Vrolijkheid. Ja. Dus rode geraniums, want het was al een socialistische woningbouwvereniging. Dus bij de tekeningen zie je ook overal rode geraniums. Ja. En nu kom je toen al een handje van, zeker. Ja. En nu kom je op de kom. De kom. Het kommetje. En kijk eens die ronde uitbouwen. Hè? Van waar je heen zit. Niet vierkant, nee, ronde. En misschien wel het meest bekende stuk van het gebouw, die punt die hier. Ja, dit is de icoon van het gebouw, kan je zeggen. Dit is de toren. Ja. We noemen het een beetje de socialistische kerktoren. Want ja, de linkse kerk. Ja, de katholieken hadden de Maria Magdalena kerk. Die stond hier bij het begin van de Spaarnambuurt. Natuurlijk het icoon van de katholieken in deze wijk. En de arbeiders wilden ook laten zien dat ze er waren. Hè, van de opkomende arbeidersbeweging. En die kregen ook een toren. Ja, en die toren, ja, het is... Hij is eigenlijk helemaal geen functie. Nee. En hier kon je de toren in. Okay. Kijk, ga hier maar eens naar binnen. Kijk, kunnen we dat... Oh, wacht. Ik wacht heel even. We laten even wat details zien. Ja. Ik zie hier een hele grote slee volgens mij. Ja. Dat is een Scandinavische slee. Een Scandinavische slee. En waarom hangt die hier? Michel de Klerk, de architect, die heeft een reis gemaakt naar Scandinavië. En hij is beïnvloed ook door die sleden. Hij heeft ook stoelen ontworpen, sledenstoelen. Okay. Dus dat element zie je ook terugkomen in zijn gebouwen, ook in zijn meubels. Ja. Nou, laten we nog even naar de toren gaan. Ja. We hebben nog... Pas op voor het hoofd. Kijk maar, je kunt niet wel zien. Nou, hoop dat hij doet. Ja. Zo. Hier zie je het. Geweldige constructie. Van hout, hè? Het is echt. Een aantal jaren geleden is hij wel helemaal gerestaureerd. Want ja, dat moet natuurlijk na zoveel jaren. Maar je ziet het, kijk eens naar boven. Hoe de constructie gemaakt is. Er zit een soort vijfhoek zitten erin. Ja, totaal geen functie, hè?